Gadokari. Gadokari. My best is yet to come. I nee zegt het zo mooi. Het zijn the the de guns bewezen des heren, Dat we niet zijn omgekomen. Het is niet wat je denkt te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te de alle de problemen boem om met je. Goedenavond, geliefden. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. God is een goede God. Onze God is een goede God. Onze God is een goede God. Onze God is een goede God. Dwaars door alle dingen heen is Hij een goede God. Ik zeg het een paar keren zodat het. En u gaat zitten. En dat u gaat begrijpen dat onze God een goede God is. waarst door alle dingen heen. Amen. Ik ben blij vanavond om hier te staan. Om u te bemoedigen met het woord. Ik bedank de apostel van het huis. Voor de gelegenheid geboden aan mij. Om u vanavond te bedienen. Het thema dat ik met u wil delen vanavond. Is ten alle tijden. ...op de Heere vertrouwen. Ten alle tijden... ...op de Heere vertrouwen. Al hoe de situatie eruit ziet... ...ten alle tijden... ...op de Heere vertrouwen. Vader, we danken u deze avond... ...voor uw woord. We leggen dit woord in uw machtige handen. We bidden, Heere, dat zoals u zegt... ...Heere, in uw woord, dat wanneer u u zendt... Wanneer u zendt uw woord, dat het gaat en het doet wat het moet doen, en het keert nimmer, of, uh, nimmer uh, uh, ledig terug. En daarom dank ik u, Heren, voor, de, voor dit moment, Heren, dat het woord dat u hebt gegeven, vader, om uw volk mee te bemoedigen, bid ik, vader, dat het zal gaan en dat het zal doen wat het moet doen, en dat het niet ledig terug zal komen. Ik dank u wel, Heren, voor uw goedheid, in Jezus' machtige naam. Amen. Ten alle tijden vertrouwen op de Heren. Ik wil beginnen met een bekende tekst. En die tekst staat in Spreuken 3, vers 5 en 6. En daar staat er geschreven, vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Het thema van vanavond is vertrouwen. Ten alle tijden op de Heer vertrouwen. Als we kijken naar de situatie dat er nu gaande is in de wereld en dat we de afgelopen periode geen diensten hadden vanwege de COVID-situatie, dan weet ik niet voor u. Maar voor mij was het een challenge om toch nog, ondanks de diensten er nu waren, om toch nog te bidden, om toch nog de Heer te zoeken, om toch nog te gaan in zijn tegenwoordigheid, om toch nog te doen de dingen die u zou moeten doen om te zijn in lijn met datgene dat de Heer van ons vraagt. Of was ik de enige persoon, of ben ik de enige persoon die door die situatie heen is gegaan? En in die situatie heb ik geleerd dat dwars door alle dingen heen moet u doordrukken. Dat dwars door alle dingen heen, dwars door die hele situatie, moet u toch blijven voortgaan. Dat dwars door die hele coronasituatie moet u toch blijven bidden? Want in principe krijg je het woord op de zondagmorgen, de zondagmiddag, de zondagavond, de dinsdagavond, de vrijdagavond. Maar ik geloof drie of vier maanden was er niets. En als wij als christenen niet gaan werken aan onszelf, dan voordat je denkt val je terug, glij je uit. Ga je terug naar de oude dingen die je gewend was te doen daarvoor? Ben ik de enige persoon die dat heeft meegemaakt in die drie maanden van niet naar de kerk, de samenkomsten niet bezoeken? Want kijk, je gaat door situaties heen, maar als je op de zondagmorgen naar de diensten komt, je je woord to a woord bemoedig je, dan heb je weer kracht om door te gaan. Maar we hebben dat drie maanden lang niet gehad. Dus het was een challenge voor jou om toch dwars door die hele situatie. toch nog de Heer te gaan zoeken. Toch nog met God delen over zaken. Toch nog doordrukken. Toch nog blijven bidden en de Heer zijn aangezicht zoeken. En ik geloof dat de Bijbel zegt: Hij doet alle, mee, hij doet alle dingen medewerken te ten goede voor degenen die hem lief hebben. Dus ik geloof dat ook in deze situatie waarin wij terecht zijn gekomen. Wil hij dat we op hem gaan vertrouwen als nooit van tevoren. Wil hij dat wij gaan inzien wie we zijn in Christus Jezus. Wil hij dat we gaan verstaan wat, de, wat wij zijn in hem. En wat onze roeping is in hem. Want deze drie maanden van COVID-situatie was niet makkelijk. Ja, je kan zeggen, ja, je kan op het net gaan om uh, naar predikingen te luisteren en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment was het echt dat je moest doordrukken. Ik weet niet van jullie, maar dat heb ik ervaren. Dat je zelf moest dwingen, Dat je zelf moest dwingen om echt de Heer te geven dat wat hem toekomt. Zijn tijd. Weet je, zijn in zijn tegenwoordigheid. En in deze periode van COVID ben ik gaan leren om de Heer te vertrouwen dwars door alle dingen heen. En de Bijbel zegt zo mooi dat we de Heer moeten vertrouwen met onze ganse hart. Dus ook in deze situatie, die covid situatie, vraagt hij van ons dat we hem moeten vertrouwen. Toch? Maar hoeveel of hoe vaak zijn we niet voor challenges komen staan in deze situatie? Hoeveel van ons? Bijna iedereen toch? Heb je iets meegemaakt? En als we kijken ook naar de manier hoe de mensen ook de samenkomsten bezoeken, zie je dat er ook, het komt beetje bij beetje op gang. Sommigen zijn misschien al, ze weten niet waar ze staan in de Heer. Begrijp je? Maar juist in deze tijd wil de Heer dat we meer op hem moeten gaan vertrouwen als nooit van tevoren. Dat we meer zijn aangezicht moeten gaan zoeken als nooit van tevoren. En Jeremia 17, vers 7 zegt. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt wiens betrouwen de Heere is. Maar wanneer we kijken naar die situatie, of wanneer we kijken naar de omstandigheid, is het vaak genoeg moeilijk om te vertrouwen op de Heer of niet. Of ben ik de enige persoon die door die situaties heen ben gegaan. Of ben ik de enige persoon die de dingen heeft meegemaakt en heeft ervaren, is wat ik heb ervaren de afgelopen periode, deel ik met u vanavond. Op een gegeven moment lijkt het alsof alles niet gaat zoals je wil. Of zoals u wilt, of zoals u wilt dat het zou moeten geschieden. Maar juist in die periode vraagt de Heer van ons dat we op hem moeten vertrouwen met onze ganse hart. En hoe kan je op de Heer vertrouwen? Door eerst een relatie met hem te hebben. En ik geloof dat de relatie met de Heer de afgelopen periode echt een challenge was of niet. Het was een challenge toch? Voor mij was het een challenge. Want zondag kan je naar de diensten komen, ik kan Koteka wordu kracht. daar ben je goed voor de hele week. Dinsdag kom je weer voor de Bijbelstudie, maar het was echt een challenge. Maar we zijn er beter uitgekomen. En ik weet velen van u hebben de grootheid van God in deze periode van Covid gezien. En ik geloof dat vele van u, u bent gaan vertrouwen op de Heer. Omdat u geen uitweg meer zag. En het enige, het enige wat u dan anders kon doen, is vertrouwen op de Heer. En dat is wat de Heer van ons vraagt. Daarom dat hij heeft gezegd in spreuken: Vertrouw op mij met je ganse hart. Hij heeft niet gewoon gezegd: Vertrouw op mij met je hart. Maar met heel je hart. Met alles dat in je is. In principe zou je zelf moeten zien als Petrus, die moest lopen. Op het water. Want ik ben zeker van mijn zaak als wij in, in, in zijn schoenen zouden staan op dat moment en de Heerde zegt: kom uh, in het water, Vele van ons zouden niet gaan. Want dat hier van ons zou gaan werken van no data, omdat het wetenschappelijk onmogelijk is dat, men, dat iemand loopt op water. Maar bij de Heer zijn alle dingen mogelijk. Bij de Heer is er niets dat onmogelijk is voor Hem om te doen. En in deze periode van de COVID hebben vele van ons geleerd om op de Heer te vertrouwen op een manier dat we nooit eerder hebben ervaren. Hebben we geleerd om dwars door alle dingen heen, want er is zoveel gebeurd in deze situatie. Mensen hebben hun baan verloren, mensen konden hun school niet betalen, mensen konden hun hypotheek niet betalen vanwege het feit dat ze geen inkomen meer halen, Allerlei toestanden zijn er gebeurd. En vele van ons zijn door zaken gegaan waar we dachten, ey, making. Maar prijs de Heer voor zijn genade. En dat het enige dat hij van ons vraagt is dat we moeten vertrouwen op hem met onze hele hart. En vaak genoeg wil ik aan situatie. Vaak genoeg wil ik aan situatie. Maar de Heer vraagt van ons dat we hem moeten vertrouwen met ons hele hart. De Bijbel zegt zo mooi, ook in een bekende tekst. Want in principe ben ik gaan opzoeken wat vertrouwen betekent. En vertrouwen is hetzelfde als geloven, rekenen op. Bouwen op. Je weet wanneer je iemand zegt van ik reken op je dat je me komt halen, zo'n tijdstip. Dat, want, dat is al gezegd. Ik mag geen andere afspraken komen, dat tijdstip halen, dat zit punt uit. Ik reken op je dat je eind van de maand dat geld voor me brengt. Dus dat wil zeggen, er is geen ander alternatief. Ik reken op jou. En dat is wat God van ons wil hebben, dat we op hem moeten rekenen, dwars door alle dingen heen. Dat al lijkt het alsof. Hoe het vanmiddag heeft geregend. Die donkere wolken die we zagen. a alles wat vandaan a wind die zou wij. Maar toch vraagt de Heer dat wij op hem moeten rekenen. Toch vraagt de Heer, eist de Heer van ons dat we moeten vertrouwen op hem. Toch eist de Heer van ons dat we moeten opzien naar hem. Dwars door alle dingen heen. En ik geloof dat deze COVID-situatie... De Heer heeft toegelaten. Want Hij zegt in zijn woord, Hij doet alle dingen middenwerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben. Dus als Hij dit moet toelaten dat u dichter bij Hem komt, dan gaat Hij het toelaten. Als dit zou moeten geschieden dat u uh, uw gebedsleven moet, moest gaan veranderen, dan gaat Hij het toelaten. Als het moet zijn dat u uw aanbidding en lofprijs, eigenlijk de roeping dat God op uw liefde gelegd heeft gaan moet, gaan moet verdiepen erin dan gaat hij het toelaten begrijp je de heren? is God en alle dingen wat hij doet doet hij om zijn naam te verhogen Hebreeën 11 vers 1 want vertrouwen en geloof zijn hetzelfde toch? En dit is een bekende tekst die we allemaal kennen. En wat, zegt, wat staat er daar geschreven? Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. In principe ben ik, ik ben gaan, gaan zitten nadenken over die tekst. Hè? Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men niet ziet. Je ziet het niet. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs. bewijs, een bewijs is iets dat je toch ziet, of niet? Maar het woord zegt hier, en het bewijs der dingen die men niet ziet. Wacht, 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 wacht even. Dus het geloof is nu de zekerheid, dus je bent zeker, 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 zeker van je zaak. Maar een bewijs is toch iets dat je moet zien? Of niet? In de meeste gevallen wanneer men gaat praten, oké, okay, dan, dan moet je me het wijzen hoor. Geef me dat bewijs, laat me zien, dan ga ik je geloven. Maar hier zegt de Bijbel dat het geloof iets heel anders is. Het is een bewijs dat je niet ziet. Maar je moet gewoon weten dat het daar is. Je moet gewoon weten dat het, dat het in jouw favor gaat functioneren. Je moet gewoon weten dat het in jouw favor gaat werken. Je moet gewoon weten dat het in uw favor moet doen wat het moet doen. Omdat dat het is, het bewijs is dat we van God hebben gehad. Dat we het niet zien, maar het is daar. Het is diep hoor. <laughs> Want er is een mooie gezegde toch, Shina? Bribi. If missi dan Bribi. Maar bij God is het... Inoshima in briebi. Inoshima im sabi. Inoshima im de overtuiging. Inoshima in sabi taki sabi taki sabi. En dat is uw bewijs. Deze God die wij dienen vraagt van ons dat we moeten gaan vertrouwen op hem. Dat wanneer hij zegt kom in het water. Dat u nu bang moet zijn om te lopen. Het is, het is echt risky hoor. Dus als ik, als ik naar mezelf zou moeten kijken. in sommige zaken, dan denk ik. heer. bloepen op water. Dingen doen die. Het, dus in principe zie je het. Je ziet dat het niet gaat werken. maar God zegt het gaat werken. Je ziet dat het niet gaat functioneren. maar God zegt het gaat functioneren. Je ziet dat het niet daar is. maar God zegt het is daar. En dat is wat de Heer van ons vraagt in deze tijd. We kunnen niet meer functioneren in wat we zien, wat we ervaren, maar we moeten functioneren met wat God zegt. En dat is het bewijs. Wat God zegt: Hij heeft mij gezegd: Hij zal voorzien in al mijn noden. Hij zegt in Jeremia 29, vers 11, dat mijn toekomst hoopvol is. Dat de gedachte dat hij koestert over mij niet gewoon. Dus hij, hij heeft niet een gedachte aan een me, maar hij heeft het in zijn hart. Maar toch als we kijken naar de situatie dat voor ons ligt, dat twijfelen we. Dat zijn we bang. Maar de Bijbel zegt mij dat we met hem meer dan overwinnaars zijn. En dat we met hem kloeke daden kunnen doen. Dus wanneer de Heer zegt vertrouw op mij met uw ganse hart. Dan als wij u zeggen van luister volgende week krijg je een auto. Of volgende week ben je in je eigen huis. Dan moet het normaal zijn voor ons om dat te geloven. Of wanneer hij zegt, over twee maanden ga je op reis. Ondanks die covid situatie. Maar heren, alle grenzen zijn gesloten. Alles is dingen hoe. Het geloof nu. Het vertrouwen in hem nu. En dat is wat de Heer van ons vraagt in deze tijd, dat we Hem gaan vertrouwen meer dan daarvoor, meer dan wat, wat, meer dan wat, wat er ook mag komen op onze wegen. En ik geloof dat deze COVID-situatie het heeft het toegelaten zoals ik al eerder zei. Alleen om te kijken, waar staan wij ook in Hem? Want nu zijn er, waren er geen diensten, niets was er. Wat doe je? Ziet u? Maar als we blijven vertrouwen op de Heer, zegt de Bijbel, gaat hij onze paden recht maken? Als we Hem kennen in al onze wegen. Gaat Hij ons geven wat we nodig hebben, onze paden recht maken. En de Bijbel zegt: gezegend is de man die vertrouwt op de Heer. Dus laten wij als christenen, laten wij als kinderen van de levende God, op die plaats komen om de Heer te gaan vertrouwen. Dwaars door alle dingen heen: dwars door wat we zien, Dwaars door wat we ervaren, Dwaars door wat we voelen. Want we voelen ook, hè? Ik voel me niet zo lekker, man. Ik denk dat ik thuis ga blijven. Ik voel me niet zo dingen, man. Ik denk dat ik mijn guadalajara dat traeren, want als is nog kan. Terwijl mijn mi Bijbel zegt mi dat door zijn streamen mijn genezing geworden is. Ik denk niet dat ik ga kunnen afstuderen hoor, want ik heb het geld niet om te betalen. Terwijl mijn Bijbel zegt, hij zal voorzien in al mijn behoeften. Ik denk niet dat ik het ga halen hoor, want die situatie laat het niet toe. Terwijl mijn Bijbel zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Filippense 4 vers 6. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet, want dat doen wij vaak genoeg ook. Want dan denken we we kunnen het. Nou, Here, laat me het even anders proberen. Maar we zijn nu gekomen in een tijd waar we kloeke daden moeten doen. We zijn nu in een tijd waar wij moeten vertrouwen op de Heer als nooit van tevoren. We zijn nu op een punt gekomen waar de Heer ons voor challenges gaat laten staan. En, 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 en dan gaat Hij verwachten van u en mij: wat gaan we doen in deze situatie? Gaan we op de Heer vertrouwen? En zeggen dat door uw stromen mijn genezing is geworden. Gaan we op de Heer vertrouwen en zeggen u hebt gezegd dat u zal voorzien in al mijn behoeften. Gaan we op de Heer vertrouwen en zeggen ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Gaan we op de Heer vertrouwen omdat hij zegt de gedachten die, u, die hij over u koestert. Gedachten zijn van heel vrede en een hoopvolle toekomst. Met de Heer zijn wij meer dan overwinnaars. Maar vaak genoeg geloven we daarin niet. Vaak genoeg is het moeilijk om de Heer te vertrouwen in elke omstandigheid. Terwijl de Bijbel zegt vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En toch is het moeilijk om Hem te vertrouwen voor een gekke 2500 SRD die je moet betalen voor je hypotheek. Terwijl het moeilijk is om de Heer te vertrouwen voor een nieuw huis. Terwijl het moeilijk is voor ons om de Heer te vertrouwen voor een ander auto. Terwijl het moeilijk is voor ons om de Heer te vertrouwen voor een man of een vrouw. Weet u wat het probleem is met ons als kinderen van Hem? Wij denken dat God denkt als een mens. Wij denken dat Hij kijkt naar onze tekortkomingen. Wij denken dat Hij kijkt naar onze zwakheden. Wij denken dat hij kijkt naar ons verleden. Wij denken dat hij ons gaat uh, 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 judgen op, uh, op grond van de dingen die we hebben gedaan. Terwijl hij zegt: U bent een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Hij zegt in zijn woord: Zover het, het, uh, zo het oosten is van het westen, zover zijn uw zonden geworpen en ik gedenk ze niet meer. Je weet, mensen gaan ons elke keer herinneren aan ons verleden. Mensen gaan ons elke keer herinneren aan hetgene wat we hebben gedaan. Maar de Heer zegt mij dat ik ben een nieuwe schepping ben. En op grond daarvan, dan wil ik de Heer, dan zal ik Hem vertrouwen. Dan zal ik uitkijken naar hetgene Hij voor mij klaar heeft. En niet wat men zegt, niet wat men denkt, niet wat, met wat men weet, ik veel. Want het is eeuwig en altijd een gedoe. Men, men, men. Of niet? Ik ben de enige persoon. Oké, okay, ik ben de enige persoon dan. Maar de gedachten die de Heer over mij koestert zijn gedachten van heil. En een hoopvolle toekomst. Dus dat wil zeggen, zoals u hier zit, u en mij, onze toekomst is ba. Die droom die u hebt. As De dingen die u wilt doen, want de Bijbel zegt al wat gij onderneemt zal gelukke toch. Oké. Okay. En mijn Bijbel zegt ook dat hebben we dan net gelezen de man die op de Heer vertrouwd is gezegend. Of niet? We hebben het net gelezen toch? Psalm 9 vers 10. Laten we dat dat is het laatste wat ik wil lezen. Psalm 9, vers 10 en 11. Daarom is de Heer. Psalm 9, vers 10. Daarom is de Heer een burch, burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op u, wie uw naam kennen, want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heer. We gaan het nog een keer lezen. En dit is speciaal voor iemand hoor. Daarom is de Heer een burcht voor de verdrukten, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op u, wie uw naam kennen, want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heer. Ziet u? Degene die de Heer zijn naam kennen, vertrouwen op hem. Weet u waarom? Ze weten wie hij is. Ze weten wie, wat hij kan. En daarom moeten wij als kinderen van hem op de plaats komen om te gaan weten wat en wie we zijn in Christus. En als we dat ons eigen maken, dan kan niets u tegenhouden. Geen COVID, geen enkele ziekte, geen enkele situatie, geen enkele omstandigheid, geen enkel niets kan u tegenhouden om u om te gaan in de bestemming dat de Heer voor u heeft klaargelegd. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. God zegen.